Camille Kalkoen. We zijn hier vandaag in Poperingen. De Poperingen Ladies ontvingen Ladies Oudenburg. Hoe is de match verlopen? Ja, in de eerste helft, het was redelijk aan elkaar gewaagd. Ja? Want zij een beetje meer kansen dan ons. En in de tweede helft hadden wij dan meer kansen dan hun. Dus het was wel spannend. Ja, zij komen op voorsprong 0-1. En dan naar het laatste toe. Jullie probeerden alles om toch gelijk te maken. Hè? Ja, het was belangrijk dat we toch een puntje gingen pakken. Want het is ons eerste puntje van het seizoen. Ja, dat is leuk om mee te nemen. Ja, zeker. Ja. Je hebt daar ook een groot aandeel in. Je hebt een paar mooie reddingen gedaan. Maar je bent de keeper natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. En voor de rest het seizoen, dus het is jullie eerste punt. Hoe kijk je naar het verder vervolgen naar dit gelijkspel nu? Ja, ik denk dat dat ons deugd heeft gedaan en dat we zeker nog matchen zullen winnen. Ja, oké. Okay. En je bent keepster, heb je voorbeelden eventueel, nationaal of internationaal? Dat je zegt van dit zijn keepers waar ik mij naar opkijk of zo? Ja, ik kijk wel op naar Thibaut Courtois. Ja, de keeper van Real Madrid. Ja. En, ja. Kijk je ook naar die matchen dan soms? Of, ja. Ja? Also, ja. En leert je daaruit? Of? Ja. Ja? Ja. Oké, okay. Dan veel succes hier met de Poperingen Ladies en hopelijk meer puntjes halen nog. Hè? Ja, bedankt. Dank u.